Gaan we straaljagers over? Het is echt Nationale Straaljagerdag. Het is niet te geloven. Dan gaan we naar O2. Dan hebben we nog de kartswaai. In één keer goed. Het is nice. Zo sad. Oeh. In admin. Oh, holy shit. Jezus. Ik heb Wit gevonden in admin. Wie heb je gevonden, wat? Wit, Milan. Was er iemand in de buurt? Luke kwam van onder uit storage gelopen. Oh, mijn microfoon is op mute. Ik kwam net aanlopen, ja. Ja. Ja, Luke was net met mij in admin. Voor de oxygen. Hmm. Ik wou even teruglopen om te checken, maar toen was hij al dood. Ik heb net Whiskey Oxidus fixen. Ja, die heb ik gedaan, ja. Boven zeker? Ja, inderdaad. Ja, bij onder. Aro? Ja, je bent... Nee, nee, man. Ja, ik kan ook echt niks anders vertellen dan dat ik aan de bank ben. Dat ik mijn taak heb gedaan. Nee, ja, ik wou ook echt niet in de buurt. Ik was lower reactor. Dat is in de buurt waar ze Milan heeft gevonden. Bij admin? Lower, nee. Lower engine. Engine is... Wat? Admin is rechts. Ja. Ja, maar ze heeft hem gevonden in reactor. Nee, admin. In admin. Oh, ik dacht dat je in reactor zei. Babushka, nee, kan je de zus mij de schuld proberen te geven? Ik dacht dat ze reactor zei, van, omdat toen ik jouw lower engine horen zeggen, ja, dat is letterlijk één kamer eronder. Ze kunnen niet eens skippen, ze moeten hier onderuit stemmen. De enige die in admin zijn geweest, zijn jij en Luke. Nou, we moeten niet te snel stemmen, want één verkeerde en de andere hebben gewonnen. Ja, maar precies, daar moeten we eigenlijk ook even stemmen, omdat ze hoeven nog maar één kill te maken. Ja. Ze zijn dus nog met de tweeën. Ja, dat ook, dus ja, ja. Of Luke of Babushka. Ja, of Luke en Babushka, dat zou ik eerder denken. Ja, dus dan moeten we op één. En waarom niet Steven en Celine? Waarom meteen wij twee? Omdat ik aan de andere kant was. En... Oké, okay, stemmen op Babushka. Stemmen! Ja. Hopelijk hebben we het goed. Anders dan hebben we zelfs verloren. Ja, echt hè. Jullie hebben gewoon dat Celine weer als niet aan doen is hoor. Echt? Ja, nee, ik heb Celine net bij O2 gezien, dus... Hou Luke in de gaten. Oké, dat zegt niks. Zie je! Oeh. Oh, nog eventjes met base scannetje doen. Oh, wat het wel. Maar je gaan ze wel uitkomen, want ze zaten net al op Luke, dus. Kill Aaron. Je kan het. Oh, doe maar niet. Dit is eigenlijk een ding die ik nooit uit mezelf zou doen als ik een imposter was. Alle slimme. Ah. Er is iemand dood. Oeh, gevent. Nu moet ik hem gaan zoeken. Ja, dan gaat hij die ene kill maken. Dan gaan ze winnen. Nee. Ik heb al mijn taken gedaan. Oh, ik heb mijn kluis. Holy shit, show. Is de cool kill daar nou nog niet op? Kom op. Lekker! Zo jammer. Echt, dat was echt prachtig. Inderdaad. Oh, die deur was dicht en Luke stond achter me en ik dacht echt, nee! Ja, ik zag jou... Ik zag jou uit... nee, je bent nog... Oh, ja! Ja, muntbal. Eentje was allemaal vraag. Maar we spelen nu met z'n tienen, dat is wel echt leuk. Makkelijk te vermoorden. Nu al? Dat is erg snel, Jeetje, wat snel. Oh, nu al. Weapons? Ja. Daar ben ik wel doorheen gelopen, maar meteen eigenlijk toen we begonnen.
Oh, ja, Noel in de blauw, in de war. Amy is nu blauw. Oké, ik dacht dat even tot Aaron bij mij. Oh was. Ja, inderdaad. Ik ben groen. Ja, Aaron is groen, Amy is blauw, Luke is zwart, ik ben paars. Luke is zwart. Oh, wie is er allemaal bij weapons langs gekomen? Ik ben gelijk naar Electrical gegaan. Ik ben meteen naar comms gegaan. Ik ben nu in storage. Ik zit ook storage. Ik ben in shield. Ik ben er wel langs gelopen. Reactor. Nou, Amy heeft al besloten. Amy! Wie is het? Snel. Ja, Amy, wie is het? Ik heb het ook gedaan. Nu alleen even snel. Je, wat ik gedacht vind, is dat ik al in comms was. Of nee, in de cockpit daar, helemaal rechts. En navigation. Ik kwam hier dan achter me aan. Ja, is dat raar? Nou ja, aangezien de dooien bij weapons ligt, jij kwam daar vandaan. Oké, ja, dat kan je raar vinden, maar ik ben meteen achter je aangelopen. Dus het is niet dat ik veel later kwam of zo. Wel laat genoeg om mijn lichaam kapot te snijden. Ja, maar je hebt eerst nog een kleine cooldown van 10 seconden, dus dat had nooit gekund. Ik weet het niet. Ik skip hem ook nog even. Ja, het is een beetje. Hou Milan wel in mijn achterhoofd. Ja. Dat mag, maar ik ben het echt niet. Ik heb Aaron natuurlijk ook altijd in mijn achterhoofd. Dus. Ja, als ik bij jou zit hier voor dood geweest. Ja, maar Aaron die verdient het ook. Nou, jij whisky ook wel hoor. Ja, dat is waar. Dat is waar. True. Nee, dat zegt wel wat. Normaal is whisky het echt heel veel. Ja, maar ik ga ook donutjes. Dat is zeker een volle game. Draadjes bij security. Electrical, dat is wat spannende plaats om te zijn. Oeh, er staan Sander en Patrick. En Babushka. Ga dit heel eventjes checken, want Octo is die kant op gelopen, waar Babushka staat. Oh, zie je, ja. Oké, ik heb Octo gevonden in Electrical en ik denk dat Babushka het gedaan heeft. Ik liep letterlijk na jou eruit en ik liep net, waar was het? Ik weet niet langs wie, maar langs Reactor. Kan iemand dat... Ik heb wel twee mensen gezien bij Reactor. Volgens mij... Oh, ik weet niet meer welke kleuren, wat dom. In Reactor dan kan je ook gevent zijn, zeg maar, naar security. Weet je waarom ik dit denk? Ja. Ik ben, jij was in Electrical, ik ben weggelopen. Ik ging even een klein tasje doen. Toen dacht ik, weet je, ik loop even terug om te checken. Want Octo liep er echt net naartoe. Die was echt 2 seconden voordat ik daar kwam, was hij gekild. Dus ik dacht van, dit moet Babushka gedaan. Ik had moeite met die 3 knopjes in klikken. Daarom bleef ik daar lang, maar ik ben daarna ook meteen naar weg gegaan. Maar ja, je vote mij toch, dus... Ja. ja. Volg me eruit, veel succes, maar ja. Oh, gelijk zo salty. Amy, op wie ben jij? Bekend voor, Luc. Hoezo? Ik ben altijd heel sportief. Hoort ook al. Ik zit oprecht te twijfelen tussen Milan en mijn boer. Waarom nou ik? Zoals jullie weten, ik heb geskipt, want ik heb gevraagd. Was vorige keer al verdacht? Vorige... Ja, dat klopt wel. Omdat Aaron aan het zeuren was, maar verder was ik helemaal niet verdacht. Of het is een self-report. Ja, het is misschien een self-report. Ik was zo moe van jullie. Oh, dit klopt. Maar ja, we kunnen vaker vaak gaan en dan naar Milan en Oké, waar gaan de meesten voor tot nu toe? Ik heb al gestemd op Babushka. Ik heb ook gestemd op Babushka. Ik ga ook op Babushka om de Waar gaan jullie op? Amy, wat zei je? Aaron? Amy zei iets. Amy zei Babushka. Iedereen stemt op mij, dus. Daarna Milan. Iedereen een beetje die kant op stemt, dus ik denk... Amy, die was super snel, dat was als eerste. Yo, hier te bestellen. Ja. Ik heb te bestellen. Heel jammer dit. Alright. Ja, maar megalodonnetje, ik speel nu met vrienden, hè. Oké, vertel. Whisky, waar ben jij? Ik ben in storage. Cool, die wilde liepen net langs. Nee, ik ben net echt bij zo Electrical en dan heb je die deur de storage daar. Ik sta net in de gang. Ik meen dat ik net Whisky richting security zag lopen en ik heb hem gevonden bij Reactor. Nee, ik ben naar Lower Engine gegaan en daar loop ik naar storage toe.
Hey Sander, jij kan nu toch wel zeggen dat ik... Oh, ja. Ik wil even één ding zeggen. Ja? Milan was super sus, maar ik heb hem de hele tijd gevolgd. Ja. En hij heeft me niet gekilled. Ik stond op een gegeven moment met hem op camera's te kijken en hij had me echt easy kunnen killen. Dus ik denk oprecht dat Milan het niet is. Dankjewel, Sander. Milan is het volgens mij niemand, al had me dat wel ook wel opgevallen. Maar ik zag iemand net naar security lopen en ik dacht dat het whisky was, maar nou... Nou ja, maar die ging reactor in volgens mij. Ik heb die reactor gedaan, maar die was toen al gedaan door twee. Toen ben ik naar lower engine gegaan. Helemaal links onderin. En nu loop ik naar storage toe. Dus ik weet niet, waar had je hem gevonden? Bij een reactor. Ja, waar een reactor? Waar? Ja, voordat... ja, weet ik veel waar. Gewoon, ik loop reactor binnen en ik zie een lichaam. Oké. Ik denk echt dat Celine het is. Dan nou zeg. Dat is wat ik denk. Ik stem niet meteen maar, op. Wacht maar even, dat denk ik. Even naar Berlijn. Amy? Ja, wat is die aan het doen? Geluid weg. Oh, geluid fixen. Oh, ja, dat is wel echt een goede alibi, hè? Maar moeten we wel zo stemmen? Ja. Skippen we? Ik weet het echt niet. Of... Ja, skippen nog even, maar... Ik skip dan wel. Want is er nog één? Nederland is duidelijk. Hide. Ja, het moet Celine wel zijn. Was Luc daar nou... Doggo achter me aan. Doggo. Body. Oeh, body. Oké, ik heb body van Steve en Admin gevonden. En ik weet dat Sander en Luc het hoogstwaarschijnlijk niet hebben gedaan. Want? Omdat jullie bij O2 aan de andere kant stonden met mij. Aha. Ja. Dan weet ik al wat de truc is geweest. Die heeft gewoon die zag ons allemaal in de Admin staan. Heeft de oxygen aangezet. Heeft vervolgens daarin gevent en iemand gekild. Die kans is erg aanwezig. Dus, we weten allemaal wie het is. Nee. Oh, Celine is het. Nee, ik heb hem wel gefixt in admin. En ze kwam daarheen, maar ik ben daarna naar de andere kant. Wacht, wie Milan, heb jij in de admin de oxygen gefixt? Nee, die was al gefixt. Want ik kwam net bij jou staan bij de... Ja, oké, misschien had je omgedrukt of zo, maar... Ik kwam er net naartoe en toen was hij inderdaad gefixt. Mm-hmm. En toen zag ik Milan en Luc teruglopen. Ik denk ook... Voor dat Celine het is. Ja, ik ook. En als die niet is, is Amy het. Patrick of wat? Wat zeg je? Ja, ik ben Patrick, ja. Ja. Oh, Patrick. Ik, heel mijn scherm loopt vast, want ik kan nou niet eens stemmen. Oh, sad. Ja, dat is wel eens eerder gebeurd, volgens mij. Jongens, ken je dat dingetje, zeg maar, dat je iets wilt zeggen? Alleen dan ben je even bedenken of het wel gepast is of niet. Hè? Ja, kijk. Ja, oké, zeg maar, net stond er zo, die is ejected, weet je wel. Oh ja. En toen dacht ik zo van, oh, nou is het op eindelijk waar het woord ejaculatie vandaan komt, maar goed. Ja, dat had ik eens even kwijt. Nice. En hebben we gelijk. Godverdomme. Nou ja. Huh? Wow. Motherfucker. Oh, Amy. Huh? Oké, wie is dat? What the fuck? Ik blijf hier staan. Totdat iemand de lichten aan heeft gedaan. Oh, ik zag Amy. Luc doodgaan. Ja, ik denk het ook. Zo dat. Ik, Luc en Amy stonden in reactor. Ja. Yeah. En nu staat Luc bij de dooien. Sander, als jij het bent, dan heb je het magisch goed gespeeld. Want je bent de hele tijd bij me geweest. Nu staat Luc als dood. Ja, en ik zag het gebeuren toen ik de emergency dingen... Toen spande hij bij mij. En Milan stond nog in cafeteria. Yeah. Dat neem ik aan. Klopt. Ik was een taak aan het doen. Milan, je staat nog op mute. Ja. Ah ja, dat helpt niet, hè. Nee, wacht, jongens. Ja? Oh, nee, wacht. Ik ben dood. Ja. Dat leek even dat ik nog leefde, man. Dat was...
Als Sander het is, heeft hij het echt heel goed gespeeld. Hij heeft een vieze klapje aan het. Oh, dit is geniaal. Nee, dat meen je niet. Dat meen je niet, Sander. Dit is echt echt. Applaus, applaus. Ik vind het toch heel erg jammer. Ik dacht, ja, dan ga ik dood. Maar, hè, Sander zit er nog in. Oh. Wat een anus, zeg. Niet te doen. Ik zit nog steeds met het vorige potje in mijn hoofd. Hé, hey, daar liep Steve. Wat een lul. Echt niet te doen. Drie mensen al. Okay. Oh, ik heb Amy gevonden in Electrical toen ik de licht ging fixen. Oké. Okay. Die is waarschijnlijk vermoord toen zij de licht wilde fixen. Ja. Die kans is erg aanwezig. Maar ik heb verder niemand gezien. Milan en Babushka liepen bij mij in admin. Dat klopt, we waren allemaal cardswipe aan het doen. Dus dan blijven... Je bent echt terecht dat Sander dood is trouwens. Over. Ik was de... Ik was de engine bijvullen met Fubel. Boven of onder? Eerst boven naar onder. Oké. Ik was de cardswipe aan het doen in admin en toen gingen de deuren dicht. En ik ben ondertussen in, ondertussen niet meer. Ondertussen ben ik in de cafetaria, maar ik was net in medbay. Deuren dicht? Ja. Van, ik zag echt totaal niet dicht gaan. Ja, je waren echt net dicht, ja. Oh. Ik kon er niet uit. En Patrick? Ja, ik ben ik ben eerst in Electrical geweest. Ik ben even aan het denken met wie mijn babushka liep sowieso met mij mee. Mhm. Luc heb ik er in en uit zien lopen en die stond daar inderdaad bij die fuel, maar die heeft... Ja, die stond er toen nog steeds, dat vond ik best wel lang, dus ik weet niet of die terug is gelopen. Ja, het duurt ook lang om dat ding bij te vullen. Valt wel mee. Luc is verdacht. Ja, ja. Ja, jongens. Maar alleen als hij terug is gelopen, zeg maar, na Electro de kill heeft gedaan en weer bij die fuel is gaan staan. Alleen dan. Nee, want het heeft nog niet gekunnen, want toen de lichten uitgingen, toen stond ik bij de bovenste engine. En dan is hij nog even teruggelopen naar storage. Bovenste engine? Ja, je moet er twee vullen. Je gaat naar storage, storage. Je had toch eerst boven gedaan en je stond nu toch bij onder. Jongens moeten wel snel. Ja, ik moest het nog gaan doen. Ik ga wel snippen, maar ik vind Lucas... Ja, dat is waarschijnlijk verkeerd. Het is eerst boven, dan onder inderdaad. Inderdaad. En licht ging eruit toen men die bovenste bezig was. Ja, dat klopt. Ik heb geen idee, dit potje. Echt niet. Staat hij daar nou weer bij die fuel? Ik geloof er helemaal niet van. Ik zag Steven. Ik zag naar die putten gered. Dit stond echt, volgens mij was de fout, maar... Steven heeft ook gefand. Steven heeft ook gefand. Ze zijn allemaal gefand? Oh, er waren heel veel mensen. Luc en Steve. Samen? Gaan we eerst naar Luc dan? We gaan wel eerst Ik weet Luc zeker. Steven is ook zeker. Ik stond ernaast. Ja, dan doen we die daarna. Ja. Luc. 4, 3, 2, 1, massaal. Nee, ik spijt van Aron nog. Oh jezus. Nou, en next. Ja, we weten dat zij het... Oh ja. Yeah. Oh, mijn geluid. Het was Milan! Leuk getroffen. Ja, jongens. Next. Nee. Next. Ja. Get her out of here. Yo, als je nou op mij stemt, heeft Milan gewonnen, hè? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. You're fired. Ja, eigenlijk niet. Als jij het niet bent en Milan is dat nog, dan kunnen we hem als volgt uitzenden. Want precies. We zijn wel met vier groepen. Precies. Mensen zijn wel heel zeker namelijk dat Luc had gevent.
Ja, ja. Ze staat echt naast me. En ze heeft echt, maar echt nog geen centimeter ertussen. Zo dichtbij stond ze bij. En toen fantasy. She fucked up. Steve. Het schoft hem al de derde keer zodat het gebeurt, hè. Yo, Milan. Maar ik dacht serieus, Alan, jij die had gezien. Dus van ja, zou ik dan gewoon wachten of zo? Ik was om het hoekje aan het wachten. En ik zag jou lopen. Ik dacht, jij gaat bellen. Maar ik zag niet vent zo klein. Waarom vent je? Ik stond naast je. Ik stond daar te wachten. Tot iemand kwam om te doden. En toen kwam er niemand. En ik dacht, I'm out of here. Maar ik stond echt gewoon letterlijk echt gewoon naast je. Poppetjes raakten elkaar aan. Ja. Toen had ik al geklikt. Toen had ik al geklikt, Milan. Het was te laat. Sad. Doei. Arik. Dat ging wel heel snel. Heel snel, ja. Ja, maar er is nog niet eens iemand dood. Dit heeft een reden. Oh, ik liep navigation in. Ja. En links onder navigation zag ik ineens rood lopen, Amy. Aannemen dat uit de vent is gekomen. Daar zit een vent en ik wil eventjes weten wat zij daar aan het doen was, volgens haar. Nou, vertel. Wat? Waarom je op de vent liep links onderin navigation? Ik heb geen idee ook hoe alle ruimtes heten. De ruimte met de drie grote stoelen. Ja. Met wat? Drie grote stoelen. Helemaal rechts. Oh. Helemaal rechts. Ja, ik weet het niet. Ik ben gewoon aan het rondlopen. Elk rondje is anders. Dat wou ik net zeggen. Ja. Ik vind het zus. Ik vind het wel erg onschuldig. Nou, ja, ik ook, dat. Eerlijk gezegd. Ja. Tactiek, ik ben nog nieuw. Ja, precies. Ja. Ja, maar nu kan je gewoon de eerste 10 potjes of zo gebruiken. Gaan we skippen dan. Ja, ik vind het al... Maar Amy is het lastig. Gewoon even haar in de gaten houden. Nou Amy, heb je een skill gedaan? Of een task? Heb je een task gedaan, Amy? Een task? Ja. Oké. Bijzonder. Leuk, Steve. Ja. Oh shit, ik ben weer aan het opletten, sorry. Volgende rondje, sowieso als er iemand dood is, let even op Amy. Het is echt heel sus. Hey, als ze imposter is, laat er even een goed potje hebben. Ja, laat een beetje oefenen. Kom op, Ames, je kan het. Oeh, nog steeds maar één iemand. Ja, oké. Iemand? Ik zag Milan en Aaron uit Medbay komen en daar liep ik in. Ja, ik denk niet dat Aaron het is, want die Babushka is heel vaak bij mij geweest. Ja, jij liep achter mij en ik liep naar Engine en jij ging dan waarschijnlijk Electrical in. Ja, we zijn alleen Amy tegengekomen. Ja, inderdaad. Ik heb ergens Sander een keer gezien. Ik heb hier en daar Luc, Aaron en Octo voorbij zien lopen, maar alleen in mijn ooghoek. Mensen gezien. Ik liep naar Medbay, dus ik wou via admin, zeg maar, die gang, naar cafeteria, die deur zat dicht. Dus ik ben helemaal omgelopen. Helemaal voor niks. Ja. Maar ik denk, ik kan of hier zitten wachten, of ik kan nog iets nuttigs doen met mijn leven en een rondje lopen. Dus ik ben rondgelopen. Wat alsnog niet echt nuttig was, maar goed. Maar Celine, wat denk jij van Amy? Ja, dat is de enige die ik verder heb gezien. Daar moet lopen. Amy? Ja, ik ben hier. Ja. Wat was je aan het doen? Ik was bij jou. Daar gaat het om. Heb je iemand een mes in de rug gestoken? Nee, ik was bij Celine. En daarvoor? Daarvoor. Ik heb Stephanie niet gezien. Is moeilijk. Ja. Nog 20 seconden. Ja, ik vind het gewoon sneu. Ik ga het gewoon doen. Wel voor Amy. Ja, sorry.
You're gonna fly, bitch. Dus Aaron, ik vind het eigenlijk wel zielig, babitch. Ja, dit wordt gewoon onmogelijk voor mij om dit nog te winnen. Nu fout hebben. Simon 6. Je bent een hele grote superkip, la 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 la. Weer een electrical. Waar is iedereen? Ja, gewoon zo'n standaard plaat. Map B. Ik had die scan, daarom was ik eerst in Map B. En nu had ik om die anomalie te checken. Ja, ik zag hem inderdaad erin en eruit lopen. Ja, ik heb ze ook echt net gemist. Dan heb ik je echt net gemist. Ja, klopt. Jij kwam na hem erin lopen. Ah, oké. Okay. En ik zag jou wel electrical inlopen trouwens, whisky of Celine bedoel ik. Dus, ja. Ja, dat is even wennen. Ja, inderdaad. Patrick. Ja. Ik heb Sander echt heel veel bij mij gezien. Dus ik heb Luc nog helemaal niet gehoord, dit potje. Nee, hij staat volgens mij bij security. Oké. Dat komt omdat ik gewoon een hele lieve, aardig jong ben. En ik heb gewoon allemaal taken gedaan, dus ja. Oh ja. Ik heb niks in te spreken. Nee, maar serieus. Maar... Ik heb tot samen met Boeska de kamers te kijken. Verder, ja, ik was heel bang voor mijn leven. Ook zo. Okay. Wat ben jij aan het doen? Ik was rondjes aan het lopen. Ik ben klaar met mijn taakjes. En ik was nu in de gang van de reactor en de security. En toen was er daar heb ik er inderdaad langs zien lopen. Sponge? Ik was zo helemaal weapons, als je er helemaal naar beneden loopt. Ja, jij stond helemaal rechts onder. Ja, dan moet je zo dat dingetje doen en daar zag ik jou inderdaad langs lopen en toen liep ik je achteraan. En de body was ook weer? In electrical. Okay. Ja, ik zou het echt niet weten. Nope. Ik heb ook geen idee. Ja, ik ook niet. Ik ben daar alleen in het begin dit potje geweest om power te deferten naar oxygen. Voor de rest. Iemand? Hoe ver zijn jullie met de taken dan? Ik ben ook klaar. Ja, ik ben ook klaar. Nee, ik ben even rondjes aan het lopen. Ik moet nog even kijken wat ik moet doen. Oké, skippen dit keer dan? Ja. Ja. Jop. Het kan ook zijn dat een van de dooien het nog moet doen, hè? Ja, kan ook. Van de dooien. Ja. Van de mum. Ik kan dit nooit winnen. Er staat de cooldown gewoon te hoog voor. Kijk, ik moet 40 fucking seconden wachten. Dat gaat me nooit lukken. Okay. Jongens, gewoon niks doen, gewoon skippen, we gaan een taak afmaken. Ik heb mijn taak af. Dat vind ik wel makkelijk. Ik heb ook mijn taken af. Wie moet er nog wat aan? Ja, dat gaat. Ik ben nog steeds met mijn draadjes bezig. Ik ben nog steeds met mijn draadjes bezig. Okay. Ik snap wat je zegt, maar aan de andere kant. Stel, er zitten nog twee imposters in. Oh, hou je bek, joh. Ja, nee, ik ben het... Iemand moet nog één taak afmaken. Eerlijk is eerlijk, ik ben het wel met Sander eens. En we jongens, nee, hier gaan we niet mee. Nee, we gaan gewoon lekker skippen. We gaan alles gewoon afmaken. Dat bedoelde ik. Oh. Er zitten nog misschien eventueel nog twee imposters in. Als we de verkeerde eruit stemmen, dan hoeft er nog maar één kill gemaakt te worden. Oh, nee.
Ik dacht dat je tegen me dan uitpraten. Vet, nu heb ik al op Luke gestaan. Meteen ook op Luke. Milan, ja, die gaat veel te hard van, hoe heet het, dit en dit en dit. Ja, maar het is ook stom als imposter te zeggen van ja, we skippen. Wel voordat ik eigenlijk echt iets concreets gezegd had, dus. Dat doet Amy goed. Wie was het nou? Milan. Ja, ik was het, maar... Ik wist het al. Met 40 seconden cooldown is het niet te doen. Zeker niet als je al heel snel in eentje bent. Nee, zijn nummer zo cool, dus hij kan het wel vandaag. Ik slaap een paar potjes over, dus... Hij is zelf aan het gamen. Ah, saai. Ja. Hij weet wel namelijk hoe dit werkt, dus ja. En dan helpt hij jou niet even. Oh. Zeg het eens, Amy. Ja, wat moet ik zeggen? Nou, jij hebt de body gevonden. Hè? Je hebt op report geklikt. Niet dat ik me kan herinneren. Waar ben je op dit moment? Voor het laatst, ja. Welke kant van de map? Die draadjes aan die taak met die draadjes aan elkaar aan te maken. Die is verdeeld door de map heen. Wat zeg je? Die is verdeeld door de map heen. Die heb je overal. Die heb je overal. Hij zit op meerdere plekken. Ja. Die opdracht. Ja, waar ben ik? Rechts, links, midden, wat is je omgeving? Ik zie nou links, zeg maar, volgens mij die beginruimte met die blauwe tafel. Ja, dat komt om we een meeting hebben. Maar waar stond je? Waar ben je ingelopen toen je die draadjes ging doen? Ja, waar was dat? Zo'n klein vierkant balkje, maar ja. Ja, maar was het nog waar je ook waar die card swipe aan het doen was? Want die heb ik je ook niet doen. Was het daar in de buurt? Welke? Je hebt toch ook die card swipe gedaan? Mag ik er helpen? Daarna. Ze staat bij O2. Oké. Ben ik niet geweest. Ik heel even aan het begin, maar... Daarna niet meer. Milan zo licht gefixt. True. En toen stonden wij daar vast. Oh ja, ik stond wires te doen in admin. En daarvoor card swipe en upload. Ik had er vet veel in admin. Amy, misschien is het ook handig om te weten dat onderin je beeldscherm de namen van de kamers staan. Onderin? Ja, onderin je scherm. Ik heb geskipt hoor. Als je aan het lopen bent. Ik denk dat het heel moeilijk wordt om deze te winnen. Ja. Ik denk dat ik ongeluk erop heb geklikt. GG, Milan. Lul niet. Jammer dit. Oh, die was lekker gespeeld hoor. Ja. Zeker. Zo.
Volgens mij. Ja. Ja, en degene die ik bij Steve heb gezien was Sander. In Weapons. Ja, maar ik ben inmiddels okay. Echt al in Shields. Onderaan. Ja, ja. Ja, ik was die, hoe heet het? Die rots aan het doen. En daarna was ik klaar. En toen ben ik naar onder gelopen naar Shields. Waar, de, ja, waar lag de ze? Test. Überhaupt. Oh, sorry. Ze lag, hoe heet het, eigenlijk in de deur tussen cafetaria en weapons. Oké. Ze was samen met Sander, tenminste Sander deed volgens mij alsof, deed die rotsen kapot schieten. En toen liep ik daarna terug en toen was Steve opeens dood. Ik heb op Sander gestemd. Klinkt inderdaad wel als een open close. Ja. Ja. Hij vermoordt wel vaak mensen daar. Hij heeft mij er ook al een paar keer vermoord. Hunting grounds. Ja, nee, dat is het. Sander heeft op zichzelf gestemd, maar Amy niet. Ja, waarom? Ja. Nou. Ik zag Amy gewoon iemand vermoorden. Oh. Ik zag de reporter, maar ik zag het lichaam niet. Ja, hij lag boven in de storage in ieder geval, maar daar stond ze deed het en toen had ik hem gezien. Oh, sad. Amy. Nee, ik denk het niet. Oh. Ja, ja. Ja. Nee, liefde. Amy? Wie zwijgt stem toe? Ja, maar ze gaat ook niet stemmen voor 80 seconden. Amy, stem even op jezelf. Nee. Dat vind ik ook een goede keus. Ja, inderdaad. Nee. Keus, Amy. Ja, die kill aan het begin voor mij was echt slecht. Ja, maar weet je, eerlijk is eerlijk, Sander. Dat kwam alleen maar omdat Steve aan het lachen was, waardoor ik wist dat er wat met Steve aan de hand was. Ja. Daarom liep ik daar terug, anders had ik daar nooit teruggelopen. Ja, daarom moet je je geluid uitzetten. Ja, I know.